Goedemorgen gemeente. We luisteren naar een stuk waar boven staat: In dir ist Freude. In jou is vreugde. We hopen samen een vreugdevolle viering met elkaar te kunnen beleven. En daartoe ontsteken we nu eerst de paaskaars. Het licht is ontstoken. God, u die wij de Alpha en Omega noemen, begin en einde van de schepping. U gaat ons voor, trekt met ons mee en zult er zijn voor de dag van morgen. Wij spreken uit, onze hulp is van u. En u laat niet los wat uw hand eenmaal is begonnen. En met dat geloof mag ik u groeten. Genade en vrede voor u, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We gaan luisteren naar orgelspel, lied 217, versen 1 en 3. En met name de tekst van vers 3 vind ik mooi en passend aan de opening van dit begin van deze dienst. Door u geschapen om uit u te leven, hartslag en adem hebt u ons gegeven. Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst. Laten we bidden het gebed van de nood van de wereld. God, wij roepen u aan vanuit een wereld waar grote onrust heerst. Overal is het corona-alarm afgegaan en zoeken regeringsleiders naar wegen om de verspreiding van dit virus te voorkomen of tenminste te beperken. Overal zoeken medici in ziekenhuizen naar oplossingen om de ernstig zieken op te vangen. En overal doet verplegend personeel haar uiterste best om er te zijn voor de patiënten. Wij bidden u, wees aanwezig, voelbaar nabij. En vanuit een samenleving die meer en meer begrijpt hoe ernstig de situatie is, waar burgers met en zonder geloofsachtergrond zich inzetten voor hun medemensen en waar mensen vragen stellen over de herkomst of oorzaak van deze besmetting, bidden wij u. Wees aanwezig, voelbaar nabij. Voor de zieken en hun naasten, voor de kwetsbaren en zwakken, voor ouderen en jongeren klinkt onze bede. God, wees aanwezig en voelbaar nabij. En wees ook in ons midden als we gaan lezen uit de Bijbel, dat we uw woorden mogen verstaan en eruit leven. Amen.
Voor de kinderen is er een nieuw verhaal van Mirjam en Micha. Boven de mensen, bij de mensen. Is Mirjam er niet? Vraagt Jezus. Micha wijst omhoog. Ze zit al heel lang in de boom. Mirjam, wat doe jij daarboven? Vraagt Jezus. Ik blijf hier, zegt Mirjam, want ik ben boos. Ik mag niet meer naar school, ik mag niet meer naar mijn opa en ik moet steeds weer mijn handen wassen. Ik vind het niet leuk meer. Ik ken een verhaal, zegt Jezus, over de Israëlieten. Ze mochten ook niks. Werken, dat mochten ze wel. Nee, dat moest wel, want anders kregen ze straf. Van de koning die hoog op zijn troon zat. De mensen wilden niet meer. We zijn slaven, zeiden ze. De koning ziet ons niet en de koning ziet God niet. En wat zag God? Vraagt Micha. God zag hoe zwaar zij mensen het hadden, zegt Jezus. Tegen Mozes en Aaron zei hij, ik ben bij jullie. Zeg dit tegen de koning. Laat mijn mensen vrij. Dan zie je dat ik de God ben van de mensen. En niet van erboven. Ik geef jou de keus. Er zullen plagen komen. Maar je kunt kiezen voor het goede. Wat voor plagen? Vraagt Micha. Steekvliegen, zegt Jezus. En luizen. Kikkers, klinkt het vanuit de boom. Springhanen, raadt Micha. Klopt, zegt Jezus. En donker en ziekte en nog meer. Micha vraagt, en wat koos de koning? Tja, zegt Jezus, de koning voelde zijn hart tekeer gaan tijdens de plagen. En dan zei hij dat Mozes en zijn mensen mochten gaan. Maar zodra de plaag voorbij was, werd het hart van de koning weer hard. Hier blijven, zei hij dan. Ik ben de baas. En zo ging dat maar door. Komt er dan nooit een einde aan? Zucht Mirjam, die nu op de laagste tak is geklommen. Het houdt een keer op, zegt Jezus. En zolang wij daarop wachten, weten we dat God in ons midden is. Mooi zo, zegt Mirjam. En nu wil ik voetballen. Ze kijkt Jezus aarzelend aan. Dat mag toch wel? Vraagt ze. Nee, zegt Jezus lachend. Dat moet. Een verhaal voor jullie ook in deze moeilijke periode waar je niet altijd mag doen wat je zou willen doen. En toch, ja, moeten we ons er samen doorheen slaan. Ik hoop dat je er iets aan hebt. We gaan zelf nu lezen in de Bijbel. Op het leesrooster stonden allerlei verschillende lezingen en lange lezingen. Ik heb er bewust voor gekozen om slechts één lezing te doen uit het Evangelie naar Johannes. Ook dat is trouwens een lange lezing. We beginnen nu eerst met een eerste stuk, Johannes 11, vers 1 tot en met 7 en vers 17 tot 27. En daarna luisteren we naar orgelspel. Eerst nu Johannes 11, 1 tot 7 en 17 tot 27. En boven dit stuk staat Lazarus uit de dood opgewekt. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus.
Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. En dan vervolg ik met vers 17. Toen Jezus daar, Judea, aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadi. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus, als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. We lezen verder vanaf vers 28. Na deze woorden ging ze, Martha, terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend.
Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: maar Heer, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan. Tot zover. We gaan luisteren naar orgelspel, lied 948. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is een bijzondere tijd en dat heeft iedereen nu echt wel in de gaten. Afgelopen maandag hoorden we het bericht dat tot 1 juni samenkomsten niet door mogen gaan. En dus ook dat tot die tijd kerkdiensten afgelast zijn. Ik merkte bij mezelf dat ik schrok. Zo lang. En het maakte me ook onrustig. Hoe loopt alles verder? Wat kan en mag ik nog wel doen? Wat kan nu echt niet meer? En misschien herkent u dat onrustige en onbestemde gevoel ook wel bij uzelf. En toen ik er zelf ook nog wat langer over nadacht, wat dit allemaal mogelijk voor consequenties kan hebben, toen werd eigenlijk de onrust alleen maar groter. Ik heb daar de afgelopen dagen best last van gehad. En u wellicht ook. Maar op een gegeven moment was er ook de gedachte: wat is op dit moment helpend? Bij de pakken neerzitten en lijdzaam afwachten of toch kijken naar mogelijkheden. Ook al zijn die wellicht beperkt. Want bij de pakken neerzitten en dat blijven doen de komende 2 maanden, dat gaat ons niet helpen. Het kan zelfs leiden tot somberheid, neerslachtigheid, ja wellicht depressiviteit. En dat is dus niet helpend. We moeten van de nood een deugd maken. En als we goed om ons heen kijken in de samenleving en luisteren naar de creativiteit die opborrelt in mensen, dan is er gelukkig ook veel wat positief stemt. Mensen die inderdaad van de nood een deugd maken. En dat is helpend. Jaren geleden nam een collega van mij in het onderwijs afscheid. En als klein cadeautje gaf zij ons allemaal een klein boekje. De titel van dat boekje was Omdenken. En later ontdekte ik dat er nog veel meer materiaal is wat geschreven en geproduceerd is rondom dit thema Omdenken.
En afgelopen week las ik ook op internet opnieuw over dat woord omdenken. Ik geef u een paar voorbeelden. Je kunt denken, waarom heeft een mooie bloem als een roos zulke vervelende doorns? Maar je kunt ook denken, wat mooi dat een stengel vol doorns toch zo'n mooie bloem heeft. Een ander voorbeeld uit het onderwijs. Je kunt als leerkracht denken, wat zijn kinderen soms toch lastig en wat luisteren ze soms toch ook slecht. En je kunt denken, wat hebben ze toch veel energie. En nog eentje. Zie een probleem of vraag niet als een negatief obstakel, maar als een uitdaging. Ik moet eerlijk zeggen dat die laatste uitspraak, dat ik die wel vaker gehoord heb en dat daar bij mij ook iets van ergernis. Ja, dat heb ik wel eerder gehoord. Het maakt me op een bepaalde manier ook wel wat opstandig. Maar waar het om draait bij dit omdenken, is dat je met andere ogen leert te kijken naar een negatieve situatie. Gaan denken in kansen en in mogelijkheden, in plaats van in problemen. En zo zie ik momenteel dat mensen in deze moeilijke periode van coronacrisis toch proberen te denken in mogelijkheden. Omdenken. Dat is zoeken naar kansen en mogelijkheden en dat is helpend. Het maakt je ook actief. En wat heeft dit omdenken nu te maken met de tekst die we vandaag gelezen hebben? Kun je die twee, omdenken en Johannes 11, naast elkaar leggen en bij elkaar brengen? Wat ik lees en zie is dat Jezus op een andere manier naar dood kijkt dan velen van ons doen. Dood is dood, is een uitspraak die je om je heen kunt horen. En nu wereldwijd vele mensen sterven aan het coronavirus, kun je ook zo gaan denken. Als je dood bent, dan is het over en uit. Maar Jezus kijkt echter anders tegen de dood aan. Ja, ook Jezus kent verdriet. Ook Jezus huilt als zijn vriend Lazarus is overleden. Er is dus ruimte voor emotie, voor verdriet en ook voor diepe bewogenheid. Maar Jezus gaat niet bij de pakken neerzitten. Je kunt en mag zeggen dat voor Jezus de dood niet het laatste woord heeft. De diepe bewogenheid in hem maakt in hem iets wakker. Het is als een ware een innerlijke drijfveer die hem aanzet tot actie. En daarnaast lazen we dat er nog dingen gezegd worden over hem door Martha en Maria en ook door de anderen om hen heen die bij Jezus ergernis oproepen. Diepe bewogenheid en ergernis, bij elkaar genomen, leidt het tot actie. En die actie zien we terug in het verhaal. Jezus loopt naar het graf van Lazarus toe. En daarmee zou je ook kunnen zeggen, Jezus kijkt de dood diep in de ogen. En dan zegt hij, haal de steen weg. En als de steen is weggehaald, is er de roep, Lazarus, kom naar buiten. Toen ik die woorden hoorde, moest ik zelf denken aan Elia, die op de berg Horeb zich heeft teruggetrokken in een grot. Ook Elia wordt naar buiten geroepen. Het is in feite een roep om alles wat jou bindt en tegenhoudt los te laten, naar buiten te treden. En op weg naar Pasen is dat ook een oproep voor ons. Kijk naar de doeken die jou binden. Maak ze los en treed naar buiten. De dagen naar Pasen toe zijn dus een weg naar ons innerlijk, gericht op bezinning, weghalen van obstakels en gericht op bevrijding. En ik hoor u zeggen, wat is nu precies de betekenis van Lazarus' opstanding? Wat zegt dit nu over de dood?
Is de dood daarmee niet meer reëel, niet meer echt? Is Pasen niet meer een daadwerkelijk opstandingsgebeuren waarbij we vooruitkijken en ons bezinnen op de jongste dag? Ons kunnen verheugen op de wederkomst van God? Een aantal vragen. En eigenlijk vind ik dat de moeilijkste vragen die er gesteld kunnen worden. Want er is niemand van ons die door de dood heen kan kijken. Dat is en blijft toekomstperspectief. Op het leesrooster van vandaag stond ook een lezing uit Ezechiël. En die heb ik vandaag niet voorgelezen omdat de tekst al vrij lang was. Maar in die lezing gaat het over Ezechiël die een dal vol beenderen ziet. Allemaal botten. En deze botten en beenderen worden door Gods adem gevuld en komen tot leven. Lees het nog maar eens na. Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. Die beenderen komen door Gods adem dus weer tot leven. Het is een van de teksten waar mensen van geloven of hebben leren geloven in de wederopstanding. Maar toch zegt ook deze tekst in vers 11, mensenkind, deze beenderen zijn het volk Israël. En daarmee zijn de beenderen een metafoor voor een verdord en uitgeblust volk dat de hoop heeft verloren. Maar God blaast de hoop weer aan. Als ik dan denk aan Pasen en over opstanding, over een leven na de dood, dan mogen we geloven dat God ons zijn adem inblaast en daarmee de hoop dat verdord en uitgeblust leven weer sprankelend kan worden. Is dat bedoeld voor na de dood, als ons leven ten einde is gekomen? Ja. Wij mogen hopen en verlangen dat de dood echt het einde niet is. Maar meer en belangrijker voor het leven nu is dat God nu al de hoop ons wil aanblazen. Dat er een leven is ten volle toe. En dat dat mag sprankelen. Leven uit de bron. In de verhalen over Jezus, in de verhalen over zijn onderweg zijn, ook onderweg naar zijn sterven toe, de kruisiging op Golgotha, is er in mijn optiek sprake van een omdenken. Zo zegt Jezus in vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. De dood wordt dus niet ontkend. Mensen sterven en daar is verdriet om. Ook nu in deze dagen van de coronacrisis. Maar Jezus vervolgt zijn uitspraak met een uitspraak die te typeren is als omdenken. En hij zegt, en een ieder die in mij gelooft zal nooit sterven. Als je het voorbeeld van Jezus volgt, als je doet wat hij deed, als je God en je naaste lief hebt, als jezelf, dan maakt dit dat je leeft en levend blijft. Het maakt dat alle goede doen en denken van iemand voortleeft en anderen inspireert om in diens voetsporen te treden. Het opstandingsgeloof binnen het christendom is daarmee meer en meer een inspiratiebron voor vandaag, voor nu. En wat er na de dood zal zijn, dat mogen we gerust in Gods handen leggen en overgeven. In vertrouwen dat God een bevrijdend God is, waarover in de Bijbel zulke mooie, prachtige en warme verhalen staan. Bezinning, omdenken. Het is een oefening die juist nu in deze tijd van het coronavirus, maar ook in deze tijd van 40 dagen naar Pasen toe, van ons gevraagd wordt. En weet, hoop, geloof, vertrouw, Jezus maakt de doeken los. Het is een bevrijdende actie voor Lazarus, maar ook voor ons. En eigenlijk, als je goed leest, is het nog mooier. Jezus vraagt
Hij gebiedt het de omstanders. En daarmee vraagt of gebiedt hij het ook ons. Maak de doeken los. Laat hem gaan. We worden dus ingeschakeld in Gods bevrijdingswerk. En in deze 40 dagen tijd is er dus een vraag aan ons. Hoe kan en wil ik mij inschakelen voor Gods bevrijdingswerk? Maar bovenal en allereerst mogen we geloven en vertrouwen dat God ons de adem inblaast, zodat wij zelf kunnen ademen en zo bevrijd en hoopvol door het leven mogen gaan. Amen. Laten we gaan danken, bidden en er is ook een moment van stilte. En in dat moment van stilte kunt u ook voor uzelf het Onze Vader bidden. Laten we bidden. God, in een wereld vol van zorg en onrust zien we gelukkig vele mensen die hun handen uit de mouwen steken. Mensen vanuit maatschappelijke organisaties en vanuit geloofsgemeenschappen die niet bij de pakken neer gaan zitten, die van deze coronanood een deugd proberen te maken. Wij danken u voor hen. De wereld, uw wereld toch, God, heeft meer dan ooit mensen nodig die in alle zorg en onrust die ons nu overkomt rustig zijn en vertrouwen uitstralen. Die blijven vertellen van geloof, hoop en liefde, ook al horen zij van leed, verdriet en pijn. We hebben mensen nodig die zich niet groter voordoen, maar klein durven zijn met allen die zich klein en kwetsbaar voelen. En God, wij danken u voor regeringsleiders en andere leidinggevenden die zich zo opstellen en daarmee de naaste als uitgangspunt voor hun handeling nemen. En God, naast onze dank doen wij voorbeden. Voor allen die ziek zijn geworden en opgenomen zijn in ziekenhuizen op IC-afdelingen. Maar ook voor allen die thuis zijn omdat ze zelf ziek of een gezinslid ziek is geworden, waardoor zij zelf nu ook in quarantaine moeten zitten. We bidden voor allen die zorg verlenen, doktoren, broeders en zusters, in ziekenhuizen, in instellingen. En die vanwege hun werk nu zelf ook grote kans lopen ziek te worden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen. We bidden voor allen die kwetsbaar waren en nu nog meer tot de risicogroep zijn behoren. We noemen de ouderen, de mensen met een beperking, de thuis- en daklozen, verslaafden, dat er aandacht is en ook aandacht blijft voor hen.
En God, wij bidden voor allen die zich vertwijfeld afvragen, waar is God? Die moeite hebben het vertrouwen in u vast te blijven houden. Trouwe, liefdevolle God, aan het begin van deze viering hebben wij u onze oorsprong en doel genoemd, Alpha en Omega. Dat we u zo mogen ervaren, dat u zo in ons midden bent. En wij bidden ook voor mensen in de eigen gemeente. Zij die afscheid hebben moeten nemen van een geliefde. We doen voorbeden voor mevrouw Stuivinga-Begeman en haar familie, nu zij afgelopen week haar zoon, broer, oom hebben moeten begraven. Omring hen met uw liefde. Dat zij uw troost mogen ontvangen om het verdriet draagbaar te maken. God, in stilte leggen wij ieder voor zich aan u voor waar we dankbaar voor zijn en waar we zorgen om maken. Wij leggen in stilte aan u voor hen die ons lief zijn, vrienden, familie, buren en ook hen die gestorven zijn of die in rouw zijn. Hoor ons bidden. Laat uw liefde ons omgeven, zodat wij herleven. Amen. Dan zijn er nog mededelingen. Allereerst, vorige week ook al aangegeven, als je niet bij elkaar kunt komen, dan is er ook geen mogelijkheid om te collecteren, onze gaven te geven. Ik heb u vorige week ook gevraagd om wat geld apart te zetten, zodat we na deze periode ook kunnen zeggen, geld dat ingezameld is, gaan we besteden aan een goed doel. En afgelopen week zag ik al dat bijvoorbeeld de voedselbanken het best wel moeilijk hebben om alles voor elkaar te krijgen. Dat zou een goed doel kunnen zijn. Dus aan u opnieuw de vraag om iedere week toch wat geld apart te zetten, zodat we aan het eind daar goede doelen mee kunnen steunen. Dat zou mooi zijn. Wat sowieso goed is om de website van beide gemeenten in de gaten te houden. We proberen daar nieuws op te zetten, de laatste dingetjes toch wat op te zetten, zodat u een beetje op de hoogte bent wat wij wel en wat we niet doen. En natuurlijk snappen we dat dat lastig is, want toch een deel van de ouderen heeft geen website, maar geef het aan elkaar door als je elkaar toch telefonisch spreekt, dat er bepaald nieuws is. En ik noemde ook al in mijn gebed mevrouw Stuivinga-Begeman. Ook dat zou mooi zijn als we de mensen die in een bepaalde positie verkeren, om daar aandacht aan te besteden. En toen lag ik gisteren op bed en ik had net tv gekeken en ik had gehoord van een actie voor de kinderen, een speurtocht naar beren. Een prachtig, ook weer creatief idee. En ik lag op bed en ik dacht opeens, kunnen wij ook niet zoiets doen? Volgende week, palmpasen, waar kinderen in, denk ik, andere jaren met hun palmpasenstok door de kerk liepen en lopen, zouden we daar toch niet iets mee kunnen doen? En vandaar het idee, ik heb het vanwege de korte termijn niet kunnen communiceren met de mensen van de kindernevendienst. Maar mijn vraag en oproep aan de kinderen vooral, maar daar moeten de ouders denk ik aan meedoen. Maak in de komende week een prachtige palmpasenstok. We zullen op de website van de beide gemeenten neerzetten wat je daar allemaal voor nodig hebt om die te maken. En plaats die palmpasenstok dan voor het raam. Je moet er natuurlijk zelf eerst even een foto van maken. Die foto kun je doorsturen naar mensen van het kerkblad of naar de mensen van de websites, zodat we dat gaan verzamelen en er hopelijk hele mooie palmpasenstokken gemaakt worden. En als je eraan meedoet, kan je ook aan vriendjes of vriendinnetjes doorgeven dat je een palmpasenstok hebt gemaakt en wellicht dat je speurend door je dorp of
de plaats waar je woont, ook nog andere palmpazen stokken achter het raam ziet staan. Nou, dat is een leuke opdracht, hoop ik, voor de komende week voor de tieners. Voor de ouderen, maar niet alleen de ouderen, wat mij betreft ook de jongeren, wil ik ook een oproep doen om iets in te leveren, aan te leveren met de titel: wat houdt mij gaande, wat houdt mij staande? Ik kreeg, nou, toevallig of niet, gisteren van Harry Dijkema een filmpje doorgestuurd over een vlucht spreeuwen die een prachtige dans uitvoerde boven het Roegwold. Dan denk je alleen maar: wauw, wat mooi. Nou, dat zijn van die momentjes, dat houdt je gaande, dat houdt je staande. Maar het kan natuurlijk ook een tekst zijn, of een lied, of een eigen ervaring. Het zou mooi zijn als u die beschrijft en doorgeeft aan ons, zodat we dat kunnen plaatsen, ook weer op de website van de beide gemeenten, dan wel dat het geplaatst gaat worden in de kerkbladen die weer uit gaan komen. Dus probeer met elkaar ook actief, creatief bezig te gaan. Dat is eigenlijk het idee van deze mededeling. Dan gaan we naar de zegen toe. Het is misschien een beetje vreemd, maar ik wil u vragen of u wilt gaan staan. En na de zegen zingen we als slotlied twee versen van lied 416, welbekend lied 416, 1 en 2. Nu eerst de zegen. De Heere zegene ons en Hij beschermt ons. De Heer kijkt ons aan en zegt tegen ieder van ons: ga op weg met mijn vrede. De Heer kijkt je aan met liefde en glimlacht je toe met de woorden: ik geef je vrede en wees ook zelf tot vrede van anderen. Ga zo de nieuwe week zingend tegemoet. Amen.